Voor mij is de essentie van de mensenrechten echt wel die basiswaarde van de menselijke waardigheid. Maar daar kan je natuurlijk lagen bovenop leggen. En een ervan is, en een punt van discussie, ga je die mensenrechten zien als vastgelegd hè, voor de eeuwigheid en helemaal omlijnd of geloof je dat die mensenrechten voor een stuk ook deel zijn van een voortdurende strijd hè? en kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld mensenrechten laat evolueren eh, in naam van de menselijke waardigheid vanuit perspectief van de menselijke waardigheid maar omdat nieuwe uitdagingen zich zich aanbieden hè? we hebben bijvoorbeeld een hele discussie gehad of het recht op water een mensenrecht is uh, ik denk als je dat bekijkt vanuit menselijke waardigheid, is dat heel duidelijk een mensenrecht. Maar dat is heel zwak erkend in, in het juridisch kader van de mensenrechten. En, en dus is er van onderuit ook die vraag gekomen om dat recht op water als een nieuw mensenrecht te erkennen.